De afgelopen dagen heb ik niet gevlogd. Dat komt omdat ik op een festival in België was. Ik was op Rock Werchter. Ik heb heel erg getwijfeld of ik zou gaan of niet. Omdat ik niet zeker weet of ik het vind passen binnen de Ramadan. En B, omdat ik ook niet zeker wist of het vol te houden zou zijn. Ik zag dat het heel slecht weer zou worden. Dus heb ik toch mijn ticket gehaald. En de regen en de kou hielp heel erg om het goed vol te houden. Ik heb de 4 dagen doorstaan. En was zwaar af en toe. Af en toe was het echt heel zwaar. Ik had toch wel wat minder energie dan de rest van de groep. Maar ik ben ook heel blij dat ik alsnog ben gegaan. Want de maand Ramadan is ook voor mij een maand waarin ik de dingen die ik normaal zou doen, wil blijven doen. Maar dan met de discipline en de regels die horen bij het vasten. Dat is nu voorbij het vasten. Morgen is het suikerfeest voor ons. Vandaag was het voor de Turken. En ik heb mijn haar vastgesteld. Want ik moet morgenochtend om 6 uur 's ochtends opstaan. Ik moet gewoon werken. Het normale leven gaat gewoon door. En daarna ga ik lekker met mijn familie samen zijn en samen eten. En deze mooie maand afsluiten.